In de Raad van Lelystad zijn gisteravond 5 nieuwe wethouders geïnstalleerd. In de gemeente is de samenstelling van het nieuwe college van burgemeester en wethouders anders dan anders tot stand gekomen. Ja, normaal gesproken smeet een beperkt aantal partijen een coalitie. Elke partij levert dan 1 of meer wethouders. Maar in Lelystad hebben de 14 partijen die uit de raadsverkiezingen waren gekomen dus samen een raadsakkoord in elkaar gezet. 3 hebben weliswaar tegengestemd, maar de wethouders kwamen niet uit de partijen. Het waren sollicitanten en 1 van de 5 die het is geworden. Dat is Piet van Dijk uit Lelystad. Meneer Van Dijk, goedemorgen. Goedemorgen. Is het laat geworden gisteravond trouwens? Ja, maar dat is ook, dat hoort op zo'n avond, hè? Dat is waar, Tegen je vroeg thuis bent. Nee. U kreeg steun van 22 van de 34 gemeenteraadsleden. Ja, wat vindt u van dat aantal? Ja, dat... prima. Ik ken met de historie, hè. Dus je weet hoe de aanloop is. Dus ik vind het een mooi aantal. En ik denk dat de collega's daar met mij samen best trots op mogen zijn. Mooie start. Moet u meteen aan het werk vandaag? Ja. Zodra ik dit interview is afgelopen, dan moet ik heel snel in de auto. En dan hebben we de eerste collegevergadering straks. Het zogenaamde constituerend beraad. Waarbij we de portefeuilleverdeling vaststellen en dat soort zaken. Oh, ik dacht dat het al geregeld was. U kreeg toch stedelijke vernieuwing en de kust? Ja, dat is wel met elkaar besproken. Dat is ook, daar heb ik ook gesolliciteerd. Hè. We hebben allemaal op onze portefeuille gesolliciteerd. Mm-hmm. Maar het college moet dat nog wel vaststellen formeel. Maar is toch, ja, precies, een formaliteit toch ook? Ja, het is een formaliteit, maar het moet wel gebeuren. Ja, dat is waar. Ja, je moet wel de procedure goed volgen natuurlijk. Nou stond u op de lijst van de inwonerspartij Lelystad. Maar door dat raadsakkoord is die politieke kleur verdwijnt helemaal naar de achtergrond, toch? Ja. Wij zitten hier namens de hele raad. Ik vind dat heel bijzonder en ik vind dat ook heel goed. Ik heb daar nog eens over nagedacht. Van wat betekent dat nou eigenlijk precies? Maar dat betekent ook dat je als college, vrij bent als team. Los van politiek gedoe wat eventueel zou kunnen ontstaan. Tussen de verschillende partijen. Dus je kunt wel als, het is een lichte vorm van een zakencollege. Je kunt wel echt met de inhoud bezig zijn. Ja. Oké. En misschien is het voor u ook wel makkelijker, want u heeft bijvoorbeeld ook een VVD-verleden, toch? Ik heb een VVD-verleden, zeker. Ja, dus je bent wel een soort politieke kameleon. Ja, goed. Kijk, ik ben ook wethouder geweest van een lokale partij in een gemeente in Friesland. Opsterland, toch? Dus Opsterland. Ja. Heel mooie gemeente ook, overigens. Nee, daar ben ik geboren, dus dat was ook wel heel bijzonder om dat te mogen doen in die Dit tijd. Dit moest u even zeggen, hè? Hm. Oh, ja. Ik moest... prachtig. Ja, u bent ook nog 1,5 jaar burgemeester geweest in Drenthe. Dat stopte op een gegeven moment. En toen zei u tegen RTV Drenthe, ik had geen klik. Heeft u bij de 4 nieuwe collega's in Lelystad goed geïnformeerd naar de klik? Ja, zeker. Natuurlijk is het eerste wat ik gedaan heb, hè. Maar wist u dan wie die andere 4 waren? Want je was toch gaan solliciteren en moest toch op sollicitatiegesprek komen? Ja, je moest uiteraard. Dus we hebben eerst gesolliciteerd en dan weet je niet wie je tegenkandidaten zijn, om het zo maar te zeggen. Of wie de potentiële collega's worden. Maar daarna hebben we wel een gesprek met elkaar gehad. Mm-hmm. Toen werden de namen bekend. Toen hebben we onderling met elkaar gesproken van jongens, voelen we dat een beetje goed aan? En dat is er. Dat is er absoluut. Dat maakt ook dat we er alle 5 ontzettend veel zin aan hebben. Oké, en je voelt van elkaar ook al wel een beetje dat het wel goed komt, hè? Want ja, zo'n klik moet natuurlijk ook nog een beetje groeien, hè? Zo'n klik moet ook groeien. Maar het grappige is dat je natuurlijk alle 5 in een nieuwe situatie stapt. Het is voor mij niet nieuw in de termen van wethouderschap. Maar het is wel een bijzondere en nieuwe situatie voor alle 5. Een volledig nieuw college. En vind ik ook wel passen bij het nieuwe elan wat in de raad zich nu aan het ontwikkelen is. Dus dat vind ik ook wel een mooie start. Maar je stapt er alle 5 met z'n allen in. En dat bindt op een bepaalde manier ook. Ja. Woont u eigenlijk ook in Lelystad? Zeker. Okay. Zeker. Ja. Ja, die hoeft niet te verhuizen. Die andere moet wel verhuizen. Ja, Rinze Broekema moet verhuizen. Ik meen vanuit Rotterdam. Ja, krijgt daar een jaar voor.
Normaal is dat een half jaar. Er was in het raadsakkoord, in het kader van het raadsakkoord, was een half jaar gezegd. Maar hij krijgt van de raad wat meer dispensatie. Hij mag er een jaar over doen. En gezien de wonenmarkt is dat ook wel prettig. Ja, zo zit dat. Ja. Nog één ding. U bent, dat is al wat langer geleden, lobbyist geweest voor Flevoland in Den Haag. Ja. Heeft Lelystad daar nog wat aan? Ja, zeker. Kijk, dat geldt overigens denk ik ook voor Rinse Broekema. Die nog de politieke assistent van Carole Schouten is. Ja. Overigens, de voormalige staatssecretaris was er ook. Zijn daar vorige baas. Hij heeft natuurlijk een netwerk in Den Haag. Ik heb nog steeds een netwerk in Den Haag. Mijn mensen uit dat netwerk zitten natuurlijk weer op andere plekken, maar die zijn er natuurlijk nog wel. En ik denk wat dat betreft dat we elkaar heel, heel mooi aanvullen. En dat we. Dat we ook in Den Haag zullen zijn om de belangen van Lelystad te behartigen. Ja. En waar heeft u nou vooral zin in? He, want het hele circus begint straks. Ja, nou, wat ik echt wel een mooie opgave voor ons college vind, om de samenwerking met de raad tot stand te brengen. Maar ook met allerlei participanten in de stad. Mm-hmm. Kijk, samen maken we de stad. En dat is wat mij betreft wel leidend voor wat ons te doen staat. En los van de inhoud. We hebben nog heel veel te winnen. En we kunnen nog heel veel winnen. Door die samenwerking te zoeken met initiatiefnemers. Met partijen die in de stad belangen hebben. En ik zou willen dat we die onderlinge verhoudingen tussen raad, organisatie, college en participanten. Dat we daarin investeren met z'n allen. Oké, ik mis nog één woord. De burger. Ja, dat zijn wat mij betreft de initiatiefnemers en de participanten. Ja, maar dat zijn natuurlijk al wel al mensen die heel actief zijn. Hè? Die zich al heel erg inzetten voor de gemeenschap. En wat je toch, en dat zult u ook vast horen om u heen. Dat de politiek steeds verder van de burgers af komt te staan. Voor het gevoel dan hè, van mensen. Hoe gaat u dat dan proberen? Om aan te doen? Dat is een zeer terecht punt wat u daar zegt. Maar dat is natuurlijk de kern van het raadsakkoord. Ook waar in het begin geanalyseerd is van ja, wat is er nou aan de hand rondom die verkiezingen? Hè? Dus wat is die kloof tussen de kiezer en de gekozen nu? Hoe groot is die? Wat betekent die nu? Wat moeten we daarmee? En in het raadsakkoord staan teksten opgenomen voor de wat minder mondige burger, om daar de contacten ook mee te zoeken op een actieve manier. Ja. Niet alleen afwachtend. Dat zijn dingen die waar we als college zeker mee aan de slag moeten. En dat wil ik ook. En ik vind het ook wel leuk omdat hier te kunnen doen in een stad die toch vanuit de tekentafel is ontworpen, maar die nu echt een volwassen stad is geworden. Met inwoners, met betrokkenen, met belanghebbenden. En ik heb natuurlijk in mijn verleden als wethouder, als burgemeester, in kleine gemeenten die veel kernen hebben, waar die sociale cohesie heel sterk is, dat mogen doen. En om dat hier nu in deze stad te mogen doen en te mogen ontwikkelen, dat vind ik wel een mooie uitdaging. Ja, oké. Okay. Maar dat is wel een punt wat u zegt. Hè? Want u zegt, nou ja, Opsterland, Friesland, die sociale cohesie. Hoe gaat u daar dan aan bijdragen om die toch weer wat vlot te trekken? Om dat wat beter voor elkaar te gaan krijgen? Ja, daar gaan we natuurlijk in het college vooral over hebben. We hebben met elkaar gisteravond, we zijn geïnstalleerd, maar nog niet echt het gesprek gaat over de invulling, de wijze waarop we het raadsakkoord willen gaan uitvoeren. Dus dat gaan we doen, dus daar kan ik niet op vooruit lopen natuurlijk. Nee, maar ik kan me bijvoorbeeld voorstellen dat u als wethouder, dat u gewoon eens over de markt gaat lopen om met burgers daar in gesprek te gaan. Van, hé, wat kan er nou volgens u beter en hoe moeten we dat dan bereiken? Nou, kijk, als je goed kijkt naar hoe wij zijn samengesteld. Dit zijn alle vijf mensen die, laat ik maar even heel plat zeggen, niet contact gestoord zijn. dit zijn echt mensen die contacten gaan zoeken. Okay. Gisteravond, als je daar goed kijkt naar hoe men onderling met elkaar in gesprek is, dan zie je gewoon dat men daar ook op geselecteerd is. Ja. Dus, u heeft er echt zin in, volgens mij, als ik u zo kijk. Ja. Hij moet naar de fotoshoot, dus moet een beetje een eindje aanbrengen. Volgens mij heeft u er echt zin in en zit u handen wrijvend van we gaan eraan beginnen aan de klus. Ja, dat is het. Goed dat zo. Het helemaal. Nou, gaan we u niet langer ophouden, want u moet op de foto. Ja, en naar het college. Goed, bedankt. Piet van Dijk was dat, een van de vijf nieuwe wethouders van Lelystad.